Ja, hier is Fishy weer en vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. En vandaag, jawel, de vierde deel van de Map Pack reeks, zou ik het zo maar noemen. De nieuwe DLC die uitgekomen is natuurlijk 31 maart jongstleden. Op de achtergrond zien jullie de map Site 244. En het speelt zich in ieder geval af om en nabij Mount Rushmore National Park. En er is in ieder geval daar een schip neergestort. Of het een ruimteschip is, of een transportschip. Ik weet het niet. In ieder geval iets in die richting in ieder geval. Hartstikke leuke map. Qua indeling wel behoorlijk groot. Ik vind hem redelijk groot, als ik eerlijk ben. Maar je hebt wel een soort van centrale gedeelte waar eigenlijk wel iedereen naartoe gaat. Om elkaar te bevechten. Ja toch? Te bevechten is dat een woord. Nou, in ieder geval om lekker met elkaar in duel te gaan. Mount Rushmore, ja, daar speelt het zich af. Ik ging toevallig even kijken, want ik denk Mount Rushmore, dat is dat National Park in ieder geval. Want ik zag natuurlijk dat voorplaatje, hè, wat je ziet altijd bij een map. En toen dacht ik bij mezelf, ik ging even kijken van wie waren dat nou eigenlijk, die vier presidenten die erop stonden. En dat zijn dus George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln. En dat wist ik dus echt niet, ik moest echt even Wikipedia voor erbij pakken. En schijnbaar hebben ze daar ook zelfs 14 jaar over gedaan om dat uit die rotsenblokken te hakken. Aardig klusje. Dus, en dat hebben ze trouwens met 400 mensen gedaan ook nog. Holy shit. Dus het is best wel behoorlijk veel werk geweest. Altijd leuk om te weten, ja toch? Beetje off-topic, maar wel leuk om te weten. Ik speel hier trouwens met de ASM1 en ik zal nu eventjes in ieder geval de klasse in beeld laten komen. En volgens mij is het dezelfde als dat ik bij die eerste map deed. Alleen heb ik de Warbird verruild voor de Exo Overclock Ability. Ja! Dan betekent het alweer dat ik alle vier heb gehad natuurlijk van deze DLC. Er komen nog twee DLC's uit dit jaar. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat zorgt er wel voor dat je een game altijd langer blijft spelen. Dus ik vind dat hartstikke top. Er zat eigenlijk best wel veel in deze DLC natuurlijk. Je hebt natuurlijk die playlist met die speciale Exo Ability. Die grappling hook die je erbij hebt gekregen. En je hebt een nieuw wapen erbij natuurlijk. En dus vier nieuwe mappen. Dus ik vind het op zich wel waard altijd. Het geld voor een DLC. Nou heb ik hem gekregen gelukkig van Activision. Dus ik ben er natuurlijk hartstikke blij mee. En ik kan er ook nog een keertje vier weggeven. Dat doe ik nog een keertje in deze video. Want dat vroeg ik natuurlijk eerder aan jullie al in de eerste video. Of jullie even een like hier wouden geven. En natuurlijk even een comment achter willen laten. En natuurlijk ook je andere video's liken. Want dat wordt dan weer vergeten. Dat is altijd leuk natuurlijk. Hè? Dan upload je de eerste. Dan krijg je 120. 20 likes op een giveawaytje. En daarna krijg je de 60. Ja. Waar is de helft gebleven? Ja toch? Ja toch? Je hoeft niet vergeten. Vandaag ga ik in ieder geval hebben met jullie eventjes over de field orders. Of de specialties die zeg maar in care packets zitten. Je ziet dat ik hier een care package krijg met een serum daarin en zo. En als ik dat tot mij neem, dan ben ik in ieder geval de Hulk of zo. Nee. Ik ben in ieder geval sterker. En volgens mij ben ik zelfs ook nog onzichtbaar. Dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Want of die mensen waar ik tegen speel zijn gewoon echt super slecht. Dat kan natuurlijk ook. Want ik ging redelijk makkelijk hier over deze map heen. En we winnen ook behoorlijk. Uiteindelijk winnen we redelijk of zo. Omdat we een beetje de touwtjes laten vieren. Maar het ging redelijk makkelijk, zou ik het zo zeggen. Field orders. Wat vind ik daar nou van? Ik vind het echt een super goede toevoeging. Het is natuurlijk geïntroduceerd in Call of Duty Ghosts. Hè, de bekendste daar natuurlijk is natuurlijk de Camp Strike op de map Strike Zone natuurlijk. Leuk als je het meekrijgt. Ontzettend vervelend als je het tegen je krijgt natuurlijk. Want ja, stel je zit op streak, 14-15 streak. Je bent onderweg naar een Camp Strike. En je krijgt dan even enemy care packets incoming. En dan hup, Camp Strike tegen. En dan denk je, ik had daar wel een campetje kunnen halen. Maar wat vind ik ervan? Nou, ik vind het een goede toevoeging. Alleen, zoals ik het eigenlijk net al een beetje uitlegde, wel fucking overpowered. En veel te makkelijk haalbaar. Ik vind dat het wel erin moet blijven zitten. Want het is gewoon leuk om dat te doen natuurlijk. Maar dan wel in ieder geval wat moeilijkere challenges. Of bijvoorbeeld, ja, zoals hierin, in Advanced Warfare, hè, kan je dan zo'n ding halen als je met support speelt. Dus hey, je cap gewoon voor drie caps. En ineens krijg je uit zo'n airdrop, krijg je, nou zoals hier dan, die serum. En je bent
de Hulk of zo. En je kan daar iedereen gaan killen. Goed voorbeeld is eigenlijk daarvan. Ik was wel vaker bij Paul. Maar het was bij Paul thuis. En volgens mij was het toen die livestream hadden. Bij Paul. En toen ging ik voor de gein een keertje op de PC gamen. Gelukkig met een controller. Want anders kan ik het helemaal natuurlijk niet. Maar ik ging met de controller natuurlijk. En toen kwam ik op de map Comeback. En ik speelde gewoon met de Care Packers natuurlijk. Want ja, ik speelde nooit op PC. Dus ik denk, ik speelde met Care Packers. Kreeg in die wedstrijd kreeg ik 6 keer maar liefst de Care Packers. En 6 keer kreeg ik daaruit de Walker Tanks. Ja, toen had ik op het laatst bijna 70 kills. Gek, hè? Ja, die Walker Tanks daar, die zijn fucking overpowered. En ja, dat is gewoon fucked up irritant natuurlijk als je daardoor doodgaat. Stel dat je een beetje op strik zit. Dan, ja, eigenlijk daar op die map is het gewoon heel erg lastig om een DNA-bom te halen. Want één keer iemand heeft een Walker Tank, zo'n Walker Tank, je bent gewoon echt de lul. Dus het nadeel vind ik dat ze gewoon echt veel te overpowered zijn. En daar zullen ze wel iets aan moeten gaan doen, vind ik. Wat ze hier hadden kunnen doen bijvoorbeeld, is gewoon dat je bijvoorbeeld die speciale care packages niet kan krijgen als je gewoon met een support care package speelt. Had het gewoon opgelost geweest, denk ik. Maar in ieder geval al wat moeilijker geweest. Het is al niet moeilijk dan, maar het is wel moeilijker, zou ik het wel zeggen. Dus, maar ja, dat zijn alle dingen dat je denkt van, achteraf van, dat hadden ze toch echt wel beter kunnen doen. Ik vind dus wel dat het gewoon echt erin moet blijven. Dat wel. Als jij zelf daar een mening over hebt, moet je dat ook even vooral achterlaten. Dat vind ik altijd interessant om te horen. Of misschien dat je zegt van nou, in de volgende Call of Duty moeten ze gewoon zo en zo dat doen. Kan ook natuurlijk. Altijd leuk om te horen. Nou, genoeg geluld. We gaan eventjes gewoon lekker een paar codes weggeven, want daar wachten jullie gewoon op. Ik weet zeker dat jullie daar op wachten. De 4 mensen die ik ga opnoemen, die moeten mij eventjes contacteren via Twitter. En mijn Twitter-account is trouwens FishNator.nl. Volg me trouwens al niet. Moet je dat ook echt vooral doen. Altijd handig natuurlijk. Ik ben best wel actief op Twitter. Ik vind het ook leuk Twitter. Dus ja, altijd leuk als je nog een tweetje wil sturen. Ik antwoord eigenlijk wel op alles. De volgende 4 mensen gaan het halen. En ik ben eventjes alles erbij aan het nemen. Want ik had net toevallig van Mount Rushmore dat openstaan. De eerste persoon die het gaat halen. Die het gaat krijgen is Luc Maas. Gefeliciteerd. Hij zegt dat het secure is in ieder geval. Dus ja, dan heb je in ieder geval natuurlijk een codetje nodig. Want anders moet je dat weer uitgeven. Zo kloten, ja toch. Dus in ieder geval Luc Maas. Volgende. Jamie Monster. Die krijgt van mij ook een code. En dan hebben we de volgende, dan gaan we even naar beneden scrollen, want ik had ze al in mijn hoofd, wie ik wou hebben. Juri Lodestein, die krijgt van mij ook een code. Hij zei het inderdaad over die eerste map, dat die lekker simpel is. En dat brengt inderdaad, dat vind ik ook gewoon leuk. Simpele mappen zijn het leukste op zich. Een kleinere map. En dan hebben we de laatste, dat is Freezone. En die krijgt van mij ook een code. En hij zegt dat hij sinds 3 weken geen werk meer hebt. Dus dat lijkt me echt wel heel erg lastig natuurlijk. Dat scheelt toch wat inkomsten. Je wilt natuurlijk wel blijven gamen. Dus het lijkt me logisch dat je een code wil hebben. Verder, dat waren in ieder geval de 4. Verder viel me op in ieder geval dat er veel werd gevraagd om het feit van... Ja, Chris, ik heb een PlayStation 3, PlayStation 4. Die vallen weer naast de boot. Ja, maar jongens, op de Xbox 360 en de Xbox One komt die een maand eerder uit. En de PC en de PC, PlayStation 3, PlayStation 4 komen een maand later uit. En die codes zijn pas beschikbaar zodra de map pack echt uit is. Dus tegen die tijd, hè, over een maandje, nou, dan doe ik weer zoiets als dit. En dan geef ik zulke codes weg. In ieder geval voor de PC, PlayStation 3, PlayStation 4. Ik ga het in ieder geval regelen. Dat zal wel goed komen. Dus wees gerust, iedereen komt wel een keertje aan de beurt. Ja toch? Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden, deze video. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje achter te laten. En ook bij mijn andere video's, want ik upload wel wat meer de laatste tijd. En dat vind ik ook leuk om te doen. Ik heb gewoon fucking scheid aan, ik upload gewoon lekker wat ik wil. Jongens, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. En bye bye.